Wij zijn eigenlijk vanaf vanochtend al bezig met het schaven van het schema. Heb ik het weer? En ja, dan kom je toch tot de conclusie dat het we zijn er nog niet. Jan en Chantal zetten momenteel alles op alles om hun volgende week in Ahoy tot een geslaagde avond te maken. Dat is herinnering. Hoor jij wat ik hoor? Echt een warm gevoel. Ik hoor nu, snap je, dat kleine krokodil? Ja, nou, ik denk, ik geef het toch even mee. En tijdens de repetities is het al een grosses party. Ik moest net met Brainpower iets doen van Falco. Hey, verrassing. Ja, dat was toch wel even nieuw. Na dit interview is niks voor. Nee, nu natuurlijk niet meer. Dat heb ik net gezegd. Volgende week moeten dus hits als deze door Ahoy gaan klinken. Eenmaal bier holen. Ik ben de Anton aus Tirol. Dat is mijn schuldenbrauw. Maar zelf weten Chantal en Jan ook wel wat ze meer als muziek in de oren klinkt. Braadworst of currywurst? Braadworst. Bier of Jägermeister? Beide. Skifahren of après-skifahren? Apprecieve. Duitsland of Nederland? Nederland. Oké. Okay. Ja, ik vond het wel een hele lastige, lastige vraag. Toch zijn niet alleen Vati ontmoet die met het slagervirus besmet. Ook bij hun kroost duikt dat vingerspitsende vuur op. Abara, kadabara. Fem, die 16, die komt met 12 vriendinnen volgens mij. Die hebben nu gewoon de hele Duitse playlist tot zich genomen. Die staan gewoon allemaal straks in een dendel, staan ze in Ahoy. Omdat ze dat A, echt leuk vinden. En B, omdat... Ja, het is... Nou ja,